Binnen de staatsloterij ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk alle analyse en advies. We zijn sinds 1 juli is deze hele afdeling nieuw. Waarin eigenlijk het hele informatiemanagement stuk, het intelligence stuk, dus de business analisten, en ook de controllers bij elkaar zijn gehaald. Dat hebben we binnen de staatsloterij verzonnen en bedacht omdat we één waarheid in het bedrijf wilden. En niet verschillende soorten adviezen wilden creëren en verschillende soorten datastromen. En dat, dat werkt nu 5 maanden en daar ben ik eindverantwoordelijk voor. Wat we willen bereiken is dat we naast de controles hebben ook 2 financieel analisten die echt het rekenwerk verrichten. Dus dat de business controllers zich veel meer kunnen richten op de tactische, strategische ondersteuning. Waar je ziet dat de business controllers vaak op het tactisch niveau blijven steken, is bij ons heel erg de intentie om naar het strategische stuk te gaan. Waar je wel ziet dat het nog wel moeilijk is, omdat controllers ook snel weer terugvallen in het rekenwerk. En het moeilijk vinden om echt strategische ondersteuning te bieden en daar vergezichten te creëren. Maar we zijn echt op de goede weg daarin. De cijfers worden eigenlijk randvoorwaardelijk en het sparren met de business, het samen één doel nastreven, wordt steeds belangrijker. En dat vergt natuurlijk ook weer iets anders van de business controller, die andere competenties moet krijgen en vooral het partneren, het kunnen challengen moet leren. En niet meer vanuit de cijfers moet denken, maar wel dat natuurlijk nog als randvoorwaarde, dat is toch wel de basis van het werk. Dus vooral het creëren van vertrouwen samen, dat je kunt vertrouwen dat de controller niet alleen maar op de centen zit en dat de marketeer niet alleen maar op centen uitgeven zit. Dat is wel de belangrijkste tip voor het moderne finance professional. Ja, bij de staatsloterij is de oudejaarstrekking de allergrootste trekking van het jaar. Je moet je voorstellen dat ongeveer 20-25% van de hele omzet is wat we in december binnenhalen. Wat een onwijs impact heeft aan de ene kant op de praktische operationele kant van het debiteurenbeheer. Er zijn natuurlijk onwijs onze verkooppunten die hebben veel meer omzet en veel meer storneringen en betalingsregelingen die je moet treffen. En aan de andere kant wordt het dus ook heel belangrijk om goed te forecasten. Want in de laatste maand, de laatste dag van het jaar, wordt ons resultaat bepaald. Waardoor je dus heel erg goed op je kosten moet, goed op je opbrengsten en goed op je rendement moet sturen. En kunnen voorkasten vooral dat dat goed gebeurt. Want je kunt er niet meer bijsturen naar je grootste omzet trekken van het jaar. Dus dat maakt zeker de laatste maanden heel erg spannend bij ons. Ja, het heeft zo'n grote impact dat het, er zijn wel meer facetten binnen de staatsloterij die het interessant maken. Buiten een regulier bedrijf, je hebt natuurlijk een enorme prijzengeld. Is een hele grote kostenpost en het is eigenlijk ons product en wat we de klant geven. En daar wil je ze optimaal mogelijk, dat zo optimaal mogelijk inrichten. En aan de andere kant wil je ook alle wetgeving, goed aan de wetgeving voldoen. Zodat je dat is een heel erg mooi spanningsveld tussen risico en zoveel mogelijk aan de klant willen geven. Waarin je dus ook heel veel met elkaar over, het prijzengeld is gewoon onze grootste goed. En dat maakt het wel heel anders dan een ander bedrijf.